Dit is de PNM Uitagenda. Met dit weekend, tweede weekend van de Helderse Ruiterdagen staat voor de deur. De 16e Jumping Indoor Helden wordt op vrijdag 1 november, zaterdag 2 en zondag 3 november georganiseerd. Het Epicentrum De Vosberg is het decor voor deze drie dagen voor de Nationale Pony en Springsport. Het is in november alweer 75 jaar geleden dat de geallieerde helden bevrijden van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt met een herdenking door fanfare Sint Cecilia aanstaande zaterdag 2 november. Het Kerkebuske in Helden vormt deze avond het decor voor het bevrijdingsconcert onder leiding van Sander Simons. Zijn combinatie van live muziek, zang van Lisette van Voort, dans door leerlingen van Balletstudio Suzanne en herinneringen uit de oorlog en gedichten van leerlingen van Basisschool De Liaan en De Pas. 2 november om 8 uur in het Kerkebuske. En ook in Beringen is er een concert, een theaterconcert van Verzet naar Vrijheid. Het idee ontstond eigenlijk omdat de gemeente Peelamaas alle kerkdorpen vroeg om iets te doen met 75 jaar bevrijding. En toen dacht ik, goh, dat zou toch wel keileuk zijn als we met Mengelmoes, maar Mengelmoes is te klein om iets alleen te doen. Ja. Dus de fanfare gepolst en de koren gepolst, KBO-koor en Bonaparte. Toen hebben we mijn eerste vergadering belegd en ideeën heb ik daar gespuit. En toen zijn ze naar de achterban gegaan. Nou, en toen is dat ontstaan er eigenlijk uit. Beringen in de oorlogstijd. Beringen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De muziektheatervoorstelling is gemaakt op basis van persoonlijke verhalen van Beringse mensen. En samen met muziek, veel muziek, spel, dans, geluidseffecten en lichteffecten vertellen we eigenlijk ieder op zijn manier met muziek, met spel, het verhaal over de Beringse mensen in de oorlog. Iedereen herkent zich in het verhaal, ook al is het heel eigen van Beringen. Er komen dingen in voor, ja, van het kanaal, wat hier natuurlijk is. Maar de problematiek, de oorlogsproblematiek, is voor iedereen herkenbaar. Zaterdagavond en zondagmiddag in de kerk in Beringen trek je warm aan en neem een kussentje mee. De combinatie van recycling en kunst krijgt steeds meer aandacht. Kunstenaars die werken met herbruikbare materialen laten hun kunst zien tijdens de kunstexpositie in het Sunny Informatieloket van 1 november tot en met 29 november. De expositie is op dinsdagen tot en met vrijdagen geopend van 10 tot 4. Ter ere van haar 50-jarig jubileum houdt muziekvereniging Echel een groots concert waarbij herkenbare muziek van Nederlandse artiesten wordt gespeeld en de fanfare en de ensembles van de muziekvereniging wordt ondersteund door een combo en zanger Koen Guitjes. De afgelopen 50 jaar, nou dat is een hele tijd. Ik denk dat Echels muziekvereniging heel belangrijk is voor onze gemeenschap. Voor alle verenigingen, want we gaan geregeld ieder jaar naar recepties van 40, van 50 jaar. Voor de jeugd, want we betrekken ook al 50 jaar de school erbij. Toen we opgericht werden, werd dat in samenwerking gedaan met de school. Want toen was er een hele klas die zich aanmeldde als lid. Vandaar dus dat we eigenlijk ook al die jaren contact hebben gehouden met school. Zoals met kerstmis, met de Heilige Communie wat dat ze doen. Dus ik denk dat eigenlijk wel een beetje de strekking is van onze vereniging. Dat de muziekvereniging 50 jaar bestaat, dat vieren we zondag 3 november met een jubileumconcert, 's ochtends. Daarna is er een gezellig samen zijn en het wordt afgesloten met een diner. Jeugdige muzikanten die zo ver zijn dat ze mee kunnen spelen op een instrument, die hebben verschillende stukken mee mogen oefenen de afgelopen weken. En die mogen allemaal gewoon meeblazen. En de gitaren en de violengroep,
daar zitten ook veel jeugdigen bij. Die hebben ook nog een eigen optredentje met stukken waar ze alleen in spelen. Dat bestaat uit herkenbare Nederlandstalige muziekstukken, die bij iedereen meteen herkenbaar zullen zijn. En de bedoeling is dat de fanfare speelt, aangevuld met een combo, om er een beetje meer swing in te geven. Er is een zanger bij, het gitaarensemble speelt enkele nummers en speelt ook een stuk met ons samen. En het vioolensemble speelt samen met ons mee. Op zaterdag 2 en zondag 3 november wordt het KNMV Open Nederlands Kampioenschap Weekend Trial georganiseerd op het trialterrein in Maasbree. Dit is de afsluiting van het seizoen voor jeugd en volwassenen. Zondag na de gereden wedstrijd is de einduitslag en worden de kampioenen gehuldigd. Locatie is trialterrein Den Heijakker in Maasbree. DSG Expression presenteert zondag de nieuwe groepsdansen en een nieuwe solo gardedans. De grote zaal van Shiva aan de Hoogstraat in Balo gaat om 2:30 open, waarna tussen 2 en 4:30 alle dansen de revue zullen passeren. De entree is gratis. In sporthal De Curve aan de Curversweg in Meijel vinden zondag de kampioenschappen voor majorettes plaats. De wedstrijddag begint om 10:30 en eindigt om 4:30 met de prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen. Aventatie is bijna klaar voor Moord in Dok 6 op 7, 8 en 9 november om 8:15. Ja, natuurlijk. Het stuk gaat over een moord dat plaatsvindt bij een toneelgezelschap. Kort door de bocht gezet, maar het is een echte moordcomedie. Er zit heel veel humor in en ook een stuk spanning. Voor jou de eerste keer dit stuk? Eerste keer dat ik het regisseer, ja. Want ik heb het geschreven en het is wel door meerdere gezelschappen uitgevoerd. Leuk aan deze productie is dat we met een hele enthousiaste regisseur werken, die Zet Leenders, voor de eerste keer. Dat we 2 gastspelers hebben, ook heel bijzonder. En dat we verder met een hele groep enthousiaste mensen aan dit stuk werken. Elke week weer fijn met elkaar repeteren en helemaal toewerken naar de voorstellingen in november. Ze horen nu met te volgen en ik merk het allemaal. Hotel interieur, vakantiehuisje, zelfs een kippenhok. En dat het zelf doet, want het kost alleen maar extra stroom. Oh. Kent zich de betekenis van het woord stressen. Dat is een werkwoord. Zal bij zich niet bekend vuur komen. Oh, dit is een schok om ons in kop moeten krijgen. Wat zei ze? Dat steekt nog versjes, dat steekt zo wel werks. Het moest blij zijn dat ze een baan is. En dit is plezier dat ik mijn slaag niet neem. Wij wilden nog werken voor zo'n karigloontje, hé. Wacht, ik weet er nog eentje. Het vliegt door de lucht en het zegt mails. Hoe zeg je het nou? Ja. Een bij die achteruit vliegt! Nou, kunst erop. Ik speel Diana, de vrouw van Geert. En ik heb een geheime relatie met Stan in het stuk. Klinkt spannend. Ja, klinkt heel spannend. Ik ben een echte bitch. En ik lust graag een glaasje alcohol. Oh, pas precies bij mij, zeggen mensen die me goed kennen, dus ik weet het niet. Het zijn 2 gastspelers, Jeroen Biemans en John van Dijk. Geen onbekende. En dat maakt het plaatje ook sowieso helemaal compleet. En dat voegt meteen goed bij de groep. En om iemand te spelen die dronken is, dat valt ook niet mee. Een wijntje vooraf, ja, misschien wel. Maar dan kennen we de tekst misschien niet meer zo goed. Dat moeten we ook niet hebben, hè. Dood niet zo geprikkeld.
Ja, dat busje dat heeft bij de hoofdingangstijd. Ja, als hij achter hem binnenkomt, zijn zussen het niet stoort. Maar Stan en ik, we zijn omgelopen. Ja, via de markt. Via de markt, joh. En toen zogen wij dat busje staan. We denken dat het een regiebus is. Of misschien is het wel een spionagebus. Spannend! Mocht ik eraan herinneren dat ze net nog zei, dat je ook echt toevalligheden moet. Dit is echt een opstapje naar het volgend jaar, als Avantasie 40 jaar bestaat. Waar een hele groep enthousiaste mensen al heel erg mee bezig is. Ja, wij richten ons nu natuurlijk vooral op het stuk van 2019. Maar we kijken zeker al met een schuin oog naar 2020. Absoluut. Slus, mijn kindje niet. Je brengt mijn leven en geluk. En dat op de leeftijd. Op die 44ste uur is geen kegel meer te krijgen. Leeftijd is niet belangrijk. Ik wil me gelukkig met mijn kindje. De voorstellingen zijn op donderdag, vrijdag, zaterdag 7, 8 en 9 november. En op vrijdagmiddag 8 november hebben we een besloten voorstelling voor alle dorpsontmoetingen van Pelemaas. Kom, we moeten gewoon. Morgen in Dok 6, 7, 8 en 9 november. Dus 7:45 in Dok 6. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de mannen denkt dat het gat waar de tampon in gaat hetzelfde gat is als waarmee wij plassen. De tip van Dok 6 is Rabobank's vliegende start. Een samenwerking tussen de Rabobank en Dok 6 voor nieuw cabarettalent. Hey, Spruit en Opperman. Hi, wow. We zijn onderweg. Ja. Dus we bellen jou even snel. Want we hebben niet zo lang. We zijn onderweg naar de volgende klus. Maar jij kan ons opvangen tot 13 november. Jij kan even een stukje van onze show overnemen, toch? Ja, we doen een dubbelprogramma 13 november in Panningen. Klopt, ja. Nee, we hebben gewoon niet de tijd om ons hele programma te spelen. Dus het is wel heel fijn dat jij dan de tijd die wij dan dus niet kunnen spelen vanwege een andere klus. Als jij die dan even kan invullen met iets. Ja, nee. Als je ons ook kan aankondigen. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Dat is echt een enorme kans voor mij. Ik heb jullie vorige programma echt 4 keer gezien of zo. Ik vond het helemaal te gek. Ja, leuk. Nee, helemaal leuk. Kan jij vanmiddag misschien ook al wat lichter voor ons stellen? Want onze technicus die komt wel. Als jij hem een beetje kan ondersteunen. Ja, tuurlijk. Ja, geen probleem. Ik moest ook iets afbouwen, geloof ik, hè? Oh, en daarna hebben we ook een beetje haast. Ja. Zou jij een deel mee kunnen nemen, dus even afbouwen, leggen we wel even uit waar daar snel, maar zou je dat ook mee kunnen nemen? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Dat is helemaal geen probleem. Dan spreken we daarna wel even af wanneer je dat kan komen brengen. Ja, ja. Ja, helemaal goed. Ja, het is echt een enorme eer. Wanneer is het weer? 13 november? 13 november, ja, in Panningen, Dok 6. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb echt heel veel zin. Ik heb al mijn vrienden ook verteld dat ik met jullie in het programma sta. En ik vind het helemaal top. Echt een hoogtepunt in mijn carrière. Ja, leuk. En hebben zij ook een kaart gekocht of dat dan weer niet? Nou ja, ze hebben wel een kaart gekocht allemaal. Want het was maar 10 euro, zagen ze. Dus dat is op zich heel goed. Ja, ze hebben wat goedkoper gemaakt. Omdat wij dan niet jullie show spelen. Ja, precies. Maar even, want reiskosten gingen niet lukken, zei je. Maar ik kreeg wel twee consumptiebonnen, geloof ik, hè? Ja, twee consumptiebonnen. En die zijn er voor ons, dus dan kan je het voor ons halen. Oké, okay, ja. Nee. Ik heb een hele leuke avond. We hebben er echt zin in. Echt leuk. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Want ik heb... Ja, even fijn gesproken hebben. Ja. Wij hebben weer door. Oké. Okay. Maar we spreken je nog wel. Ja, want ik heb zelf de persoonlijkheidsprijs gewonnen bij Kamaretten nog 2 jaar geleden. Dus dat ja, was heel leuk. Ja, top. Nou ja, wij hebben om in Dok 6 te spelen, hebben wij geen prijs nodig. Dus, maar dat is superleuk. Neem me vooral mee. Dan. Ja. Oké. Okay. Hey, wij moeten door, ja? Ja, oké. Doeg. Doeg. Doeg, Spruit en Opperman. Doeg. De exen van Eva hadden allemaal een kutkarakter. Seks. Dat vindt zij belangrijk. Je ziet het. Woensdag 13 november in het Theater van Panningen. En dat was de agenda voor deze week. Ook een tip. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Tot volgende week.